Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en zoals jullie waarschijnlijk, hopelijk wel wisten, was het gisteren Sinterklaas. En zoals jullie waarschijnlijk ook weten, ben ik een gigantische klootzak. Combineer die twee dingen en wat krijg je? Ik upload één dag na het Sinterklaasfeest, de hele dag lang, super slechte, super kutte Sinterklaas games. Mensen denken, oeh, 5 december, Sinterklaas gaat weer naar Spanje toe, doei, tot volgend jaar, nerd. Nee, ik voeg gewoon een extra Sinterklaasdag toe. Waarom zijn er wel twee kerstdagen, maar geen twee Sinterklaasdagen? Dat is pas racistisch. En geloof me, dit is maandenlang voorbereid. Ik heb maandenlang de meest slechte Sinterklaas games verzameld om ze vandaag te kunnen spelen. En deze game die ik nu ga spelen spant misschien wel de kroon. De Sinterklaas Fever. Deze game is zo slecht. Dat, hij is gewoon echt gewoon niet leuk. Zo slecht is hij ongeveer. Speel het spel. Help! De Sinterklaas Fever Show begint bijna. En Sinterklaas, de Zwarte Pieten en de pakjes moeten nog naar het theater worden gebracht. Gebruik de pijltjestoetsen om met de bus iedereen op te halen. Wow! En wat je moet doen is je moet 9 voorwerpen vinden. Maar de eerste... Cadeautjes. Is daar meteen. Fuck jou met je cadeautjes. Huh, maar... Oh! De zak. Ik ben nu al op 2/9. Ik bedoel, ik ben heel slecht in gamen. Maar ik heb deze game nog meer uitgespeeld dan iedere game ooit. Het grote boek. Het grote boekje. Oké, we gaan deze game fucking speedrunnen, dames en heren. Meer spulletjes, alsjeblieft. Agnes. Waarom? Weet je, ik las net, we moeten Sinterklaas, de Pieten en de cadeautjes ophalen. What the fuck is Agnes? Een Piet? Een cadeautje? Misschien is ze een prostituee. Ik denk dat sommige mensen wel een prostituee krijgen voor Sinterklaas. Noem het gewoon even op. Chris. Oh, tuurlijk, het is Chris. Tuurlijk, Chris. Jawel, jawel. Ik zie daar nog een zwarte Piet. Hoofdpiet. Hoofdpiet. Gewoon hoe droog Sinterklaas is in deze game, daar doe ik het al voor. Oké, we hebben meer spulletjes nodig. Disco Piet. Sowieso, het feit dat er een Piet bestaat genaamd Disco Piet is al redelijk triest. De Sinterklaas Fever CD. Oh, wat mooi. De Sinterklaas Fever CD. Dit is gewoon echt dik keiharde reclame. Hé, wie hebben we daar? Dat ben ik. Dat, ben jij dat, Sinterklaas? We hebben... Wat? Maar je zat toch al in de bus? Want hoe maak je anders die geluiden? Of stond je gewoon op een afstand... Disco Piet! Hoofdpiet! Nou, in ieder geval, we moeten naar het theater. En wat gebeurt er dan? Een level 2? Nee, het is af! Wat een lekker nummer! Stoomboot! De Zwarte Piet! Ik kan het nummer niet eens zingen. Ogen niet! Daar komt de stoomboot. Met Zwarte Piet, daar komt de stoomboot. Geloof je? Wat een kut game! Dankjewel voor het kijken. Tot zometeen. Doei!